Nu, goedendag, beste kijkers. Jawel, en welkom bij weer een nieuwe reactievideo. Nu, vandaag heb ik heel veel werk gehad, want vandaag zijn we weer dinsdag. En dinsdag wil weer zeggen een nieuwe reactievideo of podcast, maar we zijn een beetje overgestapt naar de reactievideo's. Nu, vandaag, over wat gaan we het hebben? Wel, vandaag heb ik weer een kortere video voor jullie. En dat gaat eigenlijk over grote schepen de ruimte geven en waarom dat belangrijk is en gewoon hoe dat je het beste erop reageert. En dan ga ik even tips en kritiek geven op mezelf. Jawel, ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat we een klein beetje kritiek op ons eigen kunnen geven van dingen dat we al dan niet goed of niet goed doen. Nu, vandaag, het is al een heel drukke dag geweest. Je ziet, mijn haar is ook een pak korter geworden. Maar ik heb dus al de Q&A net opgenomen. Ik moet die alleen nog gaan bewerken. En voor morgen, voor de mensen dat het een beetje live aan het volgen zijn, 29 december 2021, is het de Q&A om 20 uur 's avonds. Dus dat wil zeggen, om 8 uur 's avonds gaat die Q&A gepubliceerd worden. Normaal doe ik dat via een première, maar het is maar dat jullie dat weten. Ik heb er al heel veel werk in gestoken vandaag. En daarom ga ik het niet te lang houden voor vandaag. En dan hebben jullie weer een reactievideo die toch wel interessant is. Nu, in deze video, het geluid staat aan, dus jullie horen mee wat er gebeurt. Het is een video van een minuutje of twee, maximum drie. En dat gaat gaan over grotere schepen de ruimte gaan geven, vooral de beroepsvaart dan. Hè. Nu, we zijn eigenlijk aan het varen. We zijn aan het varen. En ja, je ziet, ik ben hier wat opnames aan het maken. Dat is heel handig aan GoPro-toestellen. Heel goede beeldstabilisatie. En je kan andere dingen doen, dus je kan navigeren met de boot en in mijn geval hier, mijn situatie, filmen tegelijk. Zonder dat je ook maar de aandacht moet verliezen van wat er op het water gebeurt. Ik ga even de video stilleggen. We zijn dus aan het varen. We zitten op de Ruppel vandaag. We zijn in de stroomopwaarts richting aan het varen. Nu, wat is belangrijk? We zitten toch wel op ruimer water. De waterstand is net hoogtij geweest. Dus de waterstand is net lichtjes aan het zakken. En dat is de situatie. Hou vooral de bocht in het oog. Dus we zijn rustig aan het varen. Hè. En we gaan zo meteen een situatie tegenkomen dat wel iedereen eens tegengekomen heeft. Hè. Of dat iedereen toch wel tegengekomen is tijdens zijn vaarcarrière. En wat moet je dan doen? Dus, de situatie verandert. Er komt hier achter de bocht een binnenschip aan. Je kan zeggen, waarom is dat relevant? Wel, omdat we gaan zien wat dat binnenschip gaat doen. Dus ja, je ziet, ik heb ondertussen al door dat er een vaartuig is. Natuurlijk neem ik de camera en film ik ondertussen, maar mijn gedachten zitten volledig bij de navigatie. Maar dat is het makkelijke aan die camera's, weinig schokking. En dat maakt het heel handig. Hè? Maar je ziet ook, dus wat is de eerste reactie dat ik heb? Ik zie dat ik een tegenligger heb. Ik ga stuurboord varen. Dus oké, we gaan stuurboord varen, geen enkel probleem, maar natuurlijk dat schip is zijn bocht aan het maken. Hè? En we gaan dan zien dat de situatie verandert. Dus ik ga stuurboord varen, maar nu wat zie ik eigenlijk gebeuren? Hè? Dat is eigenlijk de reactie dat iedereen zal hebben, dat is, we zitten hier met een bocht en we zitten op getijdenwater, dat wil zeggen dat we met een zeer risicovolle diepgang zitten, dus heel veel afzetting van klei, slip en ander materiaal op de zeebodem. Dus de waterdiepte kan veranderlijk zijn doorheen het jaar, ook al wordt er gebaggerd. Hè. Nu, dat wil zeggen, dit binnenschip, die gaat eigenlijk, want die hebben natuurlijk, die steken ook een bepaalde diepgang. Nu, bij hoogtij gaat het, maar bij laagtij moeten die toch wel opletten. Hè. Als ik al met mijn boot soms moet opletten op de Ruppel bij laagtij, dan moeten die zeker opletten. Hè. Dus daarom dat die ook liever het diepste gedeelte van de rivier varen.
Nu, wat gaat er gebeuren? Dit vaartuig die gaat meer de neiging hebben om bakboord aan te houden en het diepste gedeelte doorheen de rivier te volgen. Nu, theoretisch gezien, wat is het diepste gedeelte doorheen de rivier? Als je de bocht hebt, dat is eigenlijk in de bocht dat dat zit. Hè? Dus dat is eigenlijk het diepste gedeelte van de rivier, omdat daar het water als het ware het meeste kan uithollen. Hè? Het water er tegen wordt geduwd, holt het meeste uit, theoretisch gezien, en gaat het er ook voor zorgen als jij dus met een bocht zit, hè, zoals dit hier, dat eigenlijk hier normaal theoretisch gezien het diepste gedeelte gaat zitten. En natuurlijk hier aan de binnenkant het ondiepste gedeelte. Hè? Dus dat is wel belangrijk om te weten. Natuurlijk, ik zie dit gebeuren. Wat ga ik doen? Natuurlijk, hè. We zien dat gebeuren. En we gaan zien wat, dat er gaat, wat ik ga doen. Hè. Dus we zien van... Goh, hij is hier aan het... hij gaat dat doen, geen probleem. Ik ga duidelijk uitwijken. En ik ga mijn snelheid minderen. Dus, eerste reactie, zoals dat we in de praktijkserie hebben gezien. Er gebeurt iets... We gaan vaart minderen, maar we gaan ook duidelijk een beweging maken. Duidelijk uitwijken. He, van kijk, ik heb nu ook een klein beetje zicht hier achter de bocht, wat dat er komt. Ik heb een beetje zicht achter de bocht. Ik weet dat er geen motorjachtje hier aan het komen is. Op dit moment, dus, wat ga ik doen? Ik ga duidelijk uitwijken, duidelijk laten zien aan de beroepsschipper die daar verder op is. Kijk, ik wijk naar bakboord, zodanig dat u... eigenlijk uw vaart kunt verder zetten zonder probleem. Ik wijk wel uit voor u, zodanig dat u de diepste geul hebt. En ik ga mijn snelheid minderen. Heel belangrijk, een snelheid minderen naar een snelheid dat u overzicht creëert over de situatie. En wat doe ik ook nu? Je ziet mij ook hier de marifoon meteen grijpen, want ik herinner mij dat nog voor zeker te zijn, van hij staat toch volledig open, hè, als er gecommuniceerd wordt, dat ik wel alles gehoord heb. Hè, voor zeker te zijn dat de geluidsknop volledig 100% staat. Voor zeker te zijn. Dus je ziet mij vertragen uiteraard. Hè. En we zitten nu ongeveer een snelheid van 20 km per uur. Is een mooie snelheid met deze boot, voor eventjes zo... even kort een beetje meer overzicht van oké, komt er iets, komt er niets. Hè? En dan wijken wij uit en je ziet ook hier het binnenschip, dat eigenlijk echt, want je hebt ook die palen, je hebt hier die groene betonningspalen, die duiden ook het voor een stukje, net zoals gewone boeien, het diepste gedeelte van de geul aan. Die gaat ongeveer die boeien blijven volgen, die gaat het diepe gedeelte kiezen. Nu, één ding wat ik wil zeggen, dat is dit schip... heeft zijn blauwe plaat niet gebruikt. Nu, sommige beroepsschippers gebruiken het vaak, maar de meeste gebruiken het niet zo heel erg veel. Ik adviseer alle beroepsvaart dat zoveel mogelijk te gebruiken. Wat is een blauwe plaat? Wel, dat is eigenlijk naast de stuurhut vaak, is er, of op de stuurhut, is er een blauw bord. En dat blauw bord, dat ligt standaard, ligt dat volledig horizontaal. En daar zit ook een wit licht in. En wat er eigenlijk gebeurt, dat is... wanneer beroepsvaart dat blauw bord eigenlijk naar zo'n verticale positie, of zo bij een bijna verticale positie zo brengt, zo bijvoorbeeld, en dan zit daar een wit schitterlicht in, en dat schittert, dan wil dat eigenlijk zeggen dat zij vragen aan u, het is ergens tussen een vraag en een eis, om bakboord te gaan varen. Dus wanneer zij dat blauwe bord laten zien aan u... ik heb hier niet onmiddellijk een voorbeeldje, jammer genoeg, sorry daarvoor. Maar als ze dat blauwe bord laten zien aan u, dan moet u verplicht bakboord gaan varen. Dat wil zeggen dat zij bijvoorbeeld bakboord wel wensen te varen, omdat zij bijvoorbeeld moeten gaan meren, of dat ze bakboord wel wensen te gaan varen om te laten zien van hey, ik kan het beste hier passeren aan bakboord. Dat heeft die persoon niet gedaan. Maar... ik denk dat zijn intenties wel in zijn vaarbewegingen hier duidelijk zijn. En dan heb je ook geen marifoon tussenkomst nodig om dat te kunnen bepalen. Maar dat blauw bord, soms wenste ik dat de beroepsvaart dat meer, de binnenvaart dat meer gebruikte. Want het zou toch in sommige situaties handiger zijn. En je ziet 20 per uur, ongeveer 20 km per uur. Het schip is aan het komen. Voilà, we passeren elkaar. Hè.
En bij hem, dat blauwe bord, dat is hier ongeveer, maar het zit plat, hè, dus je ziet dat niet. Het zit horizontaal, dus je ziet het niet. Hè. Je ziet het niet zo goed. En je ziet gevaar te voorbij, dus ik ga meer snelheid geven. Normaal gezien moet je dan stuurboord wel verder varen, maar hier ga ik eigenlijk een klein foutje maken, toch naar mijn mening. En dat is dat ik hier bakboord wel verder ga. Je kan dan discussiëren van, ja, stel je voor dat er, ja, want nu heb ik al gezien wat dat, of er iets kwam of niet, maar stel je voor dat er een motorbootje was, ja, dan had dat niet zo een goede situatie geweest. En daarom ben ik van mening dat ik hier een klein beetje te veel bakboord. Nu, ik wil wel even zeggen, het gedeelte, want het ziet er allemaal bevaarbaar uit, maar het gedeelte waar ik ben doorgevaren, ik had rond de 1,80 meter à 2 meter diepgang onder de boot. Hè. Niet onder de staart, maar onder de romp. Hè. Dus we zaten al bij hoogtij daar met een beperkte diepgang. Hè. Bij laagtij, waar ik zo net heb gevaren hier, en waar ik nu eigenlijk aan het varen ben, dat is droogvalling. Hè. Daar kan je niet komen. Hè. Dus ik geef het maar mee. Waar ik nu op dit moment aan het varen ben, valt allemaal droog. Hè. Dus dat is allemaal zand bij. Het, als de waterstand gelijk staat met de reductievlak. Hè. Maar dit vind ik dat ik een beetje te bakboord heb gevaren, naar mijn mening. Maar zowat. Dus ga altijd stuurboord verder. Zodanig dat je toch meer aan de stuurboordzijde zit van de vaarweg. Nu had ik zelf gezien, hè, via onder die takken van die bomen, of dat er iets kwam of niet. Maar eigenlijk is dat niet zo heel verantwoord. Dus ik geef dat even mee, een beetje kritiek op mezelf. Dat is een minpuntje dat ik heb. Maar waar dat we hier vooral vandaag hiervoor zijn, dat is uiteraard spreken over, geef grote schepen de ruimte. Als je ziet, die mensen hebben meer ruimte nodig, respecteer dat, gebruik desnoods de marifoon, dat ding heb je voor een reden, en laat duidelijk en tijdig jouw bewegingen zien, en minder ook vaart. Hè. Dus dat wil zeggen, pas op als je zo'n dingen doet, zoals ik heb gedaan, daarom vaart geminderd naar ongeveer 20 km per uur. Komt er nu iemand, of is er een gevaar voor aanvaring, dan trek je dicht en het is voorbij, hè, en die boot staat stil. Hè. Dat is het idee. Hè. Dus dan staat die boot onmiddellijk stil. Dus ja, dat zijn dingen waar dat je mee moet gaan rekening houden, uiteraard. Alleen het enige kritiek dat ik echt op mijn eigen heb, dat is dit, dat ik een beetje te veel bakboord zat te varen, naar mijn mening, hier. Maar al bij al, oké, het is nog discussieerbaar, maar dat is het kritiek dat ik op mijn eigen beetje heb. Nu, beste kijkers, in ieder geval bedankt voor het kijken, en dan ga ik verder werken aan de Q&A voor morgen. En we zullen dan wel zien, en dat gaat heel interessant worden. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.